Nou, in deze video wil ik het gaan hebben over krilolie. Nou, we kennen natuurlijk allemaal wel visolie. Belangrijk vanwege de grote hoeveelheid omega-3. Wat weer heel belangrijk is voor je gezondheid. Nou, voor lange tijd werd dus ook echt gedacht dat visolie de beste oplossing zou zijn. Maar inmiddels is wat meer bekend geworden dat er dan ook een nieuw alternatief is. En dat nog niet alleen meer omega-3 levert, maar ook veel beter wordt opgenomen door het lichaam. Nou, dan hebben we het dus ook echt over krilolie. Nou, ik ben hier voor het eerst mee in aanraking gekomen tijdens een seminar van Jesse van der Velde voor Altijd Jong. Hij kwam toen ook echt met een stuk over krilolie. Nou, ik heb toen ook direct krilolie besteld. En natuurlijk ook een ruime tijd nu getest. Ik heb hier dus krilolie supplement. En ik moet zeggen, ik heb ook even wat meer onderzoek naar gedaan en het is zeker interessant. Nou, de eerste vraag is natuurlijk van, nou, wat is krilolie nou precies? Nou, kril dat komt voornamelijk voor rondom Antarctica, wat ook weer een voordeel is. Daar gaan we het zo even over hebben. En kril dat zijn eigenlijk hele kleine garnaalachtige diertjes. Dus de olie waar we het ook echt over hebben, die worden dus ook echt gehaald uit deze kleine diertjes. En die leven ook echt in hele grote getallen. We weten niet precies om hoeveel het gaat, maar het zou... Schattingen zijn dat het gaat om ongeveer 500 miljoen ton kril. Dat is natuurlijk enorm veel. Er komt ook om bijvoorbeeld walvissen, die eten dit dus ook. En die natuurlijk nemen dan ook een hele grote hoeveelheid in één keer op. Nou, op dit moment is er ook een limiet gesteld dat we op dit moment 100.000 ton kril per jaar vangen. Dus ja, dat is dan ook de productie voor deze olie die we dus ook gebruiken. Dus het is niet echt een groot gevaar dat de kril straks uitgestorven is. En dat zie je natuurlijk op dit moment heel erg duidelijk met vis bijvoorbeeld. De bepaalde soorten vis bijna niet meer te krijgen zijn. Tenminste niet meer verse vis of uit wild gevangen. Dus nou, kril is zeker gezond. En dat wil ik het nu eventjes over gaan hebben. De eerste vraag natuurlijk is van, wat is nou het verschil tussen normale visolie en natuurlijk krilolie? Nou, het draait natuurlijk allemaal om omega-3 vetzuren. Heel belangrijk om bijvoorbeeld hart- en vaatziekten te voorkomen. De ratio daarbij is ook heel belangrijk. Nou, het westerse voedingspatroon krijgt gewoon te weinig omega-3 binnen. We krijgen vooral veel omega-6 bijvoorbeeld binnen. En dan praat het echt over een ratio van 1 op 20. En deze ratio is natuurlijk niet optimaal. En dat is ook een van de oorzaken waarom veel mensen te kampen hebben bijvoorbeeld met typische aandoeningen. Denk dan aan hart- en vaatziekten, et cetera. Dus een verhoogde inname van omega-3 is zeker belangrijk voor je gezondheid. Dan is natuurlijk van, ja, waar kun je het dan het beste uit halen? Nou, krilolie is zeker interessant, omdat gewoon, ja, het is een veel sterker omega-3 uit kril dan uit bijvoorbeeld normale visolie. Dus de omega-3 vetzuren die dus uit visolie komen, die zijn dus verbonden aan vet. Die lijken dan enigszins op bijvoorbeeld cholesterol. Dit zijn ook wel de zogenaamde triglyceriden genoemd. Als je kijkt bijvoorbeeld naar krilolie, dat gaat van deze omega, die is verbonden aan fosfolipiden. Ja, deze wordt dus veel efficiënter door de wand van de darmen opgenomen. Dus dat zorgt ervoor dat deze omega-3 uit kril veel beter wordt opgenomen. En dat heeft natuurlijk veel gezondheidsvoordelen, brengt dat met zich mee. Dus het wordt sneller en efficiënter door het lichaam opgenomen. Dus nou, dat is het niet alleen. Dus het is niet alleen een veel rijkere bron aan omega-3 dan bijvoorbeeld gewone visolie, maar het wordt ook nog veel beter opgenomen. Maar dan stopt het ook niet. Dus normale visolie kan heel snel oxideren. En dat zie je bijvoorbeeld ook, dat ze altijd bij supplementen, dat ze ook vitamine E, daaraan verbinden, zodat het minder snel gaat oxideren. Nou, en wanneer het gaat oxideren, dan heb je er ook eigenlijk helemaal niks aan. Krilolie zal ook veel minder snel oxideren. Dus dat betekent ook dat het ook weer beter wordt opgenomen door het lichaam. Nou, dit heeft te maken dat kril ook heel veel sterke antioxidanten bevat. Nou, deze antioxidanten die zijn weer belangrijk om bijvoorbeeld vrije radicalen tegen te gaan. Dus kortom, er zijn heel veel gezondheidsvoordelen verbonden aan kril, wat we op dit moment zien. Nou, er moet natuurlijk wel meer onderzoek naar gedaan worden. Dat er relatief zijn nog weinig onderzoeken, maar wat ik tot nu toe heb gelezen, wat ik ook de onderzoeken die ik tot nu toe heb gezien, zijn zeker veelbelovend. Nou, als we even de gezondheidsvoordelen even op een rijtje gaan zetten, nou, zal ik even een klein beetje spieken. Nou, allereerst, krilolie is in staat dus om de celdeling gezonder en effectiever en efficiënter te laten verlopen. Dus wat dus beter opgenomen ook door het lichaam.
Nou, wat er, lijkt erop dat krilolie ook in veel opzichten het proces van veroudering tegengaat. Dit heeft natuurlijk ook weer met die antioxidanten te maken. Nou, er zijn nog dat krilolie door vanwege die omega-3 is ook goed voor je botten, gewrichten, voor je geheugen en natuurlijk ook om hart- en vaatziekten te voorkomen. Nou, je kunt er op verschillende manieren gebruiken natuurlijk. Nou, er zijn ook verschillende adviezen van hoeveel je nou dagelijks zou moeten nemen. Nou, er zijn ook niet echt veel bijwerkingen bekend op dit moment. Nou, wat ik zelf neem, ik neem gewoon 1 capsule per dag. En op de beschrijving ook van het krilolie supplement die ik neem, staat dan 1 tot maximaal 2. Nou, dat zorgt er natuurlijk ook gewoon echt voor dat je lichaam een enorme boost gaat krijgen aan goede omega-3 vetten. Want ja, deze zijn natuurlijk super belangrijk. En doordat het typische westerse voedingspatroon hier gewoon te weinig van hebben, doordat die ratio verstoord is geraakt, is het zeker interessant om te gaan kijken naar krilolie. Dus ja, en het grootste voordeel voor mij is natuurlijk door de afwezigheid van zware metalen, bijvoorbeeld antibiotica en kwik. Wat je dus nu echt ziet is dat onze oceanen die zijn gewoon echt vervuild. Het is niet meer sprake van is het wel of niet vervuild, het is gewoon vervuild. En bepaalde zeeën natuurlijk wat minder vervuild, maar als je gewoon kijkt waar krilolie gevangen wordt, dan is dat rondom aan Attica en daar is er dus nog geen sprake van. Dus het is uit dat oogpunt ook een veel zuivere bron van omega-3. En dat is voor mij de doorslaggevende reden om het te nemen. Nou, dus verantwoord onderzoek is er nog niet echt veel naar gedaan. Ik heb een aantal links geplaatst in een artikel die ik op de blog heb gezet. Dus er is nog niet extreem veel van bekend. En als het daarom gaat, is dat heel belangrijk om goed te luisteren naar je eigen lichaam. Dus hoe reageer je nou op? Nou, als je zelf ervaring hebt met krilolie, dan hoor ik het natuurlijk graag. En dan kun je onder deze video een reactie achterlaten. Succes!